Wie beslist er over doorbehandelen? Dat vind ik een hele belangrijke vraag, want dat zou natuurlijk de patiënt moeten zijn. En dat is in feite zelden het geval. We roepen daar wel over, maar er zijn bizarre verschillen in doorbehandelen. Niet alleen tussen verschillende disciplines in de zorg, bijvoorbeeld. Verpleeghuisartsen gaan er heel anders mee om dan internisten. En chirurgen gaan er weer heel anders mee om dan neurologen. En een heel bijzonder voorbeeld zijn de longartsen bij longkanker, de grote killer van deze tijd, die heel lang doorgaan met behandelen. En als nou de patiënt daar nou werkelijk in alles echt een stem had en ook gehoord werd en dat werd echt meegenomen, niet alleen in de interactie tussen de dokter en de patiënt, maar ook beleidsmatig in breder verband, dan zou dat een enorme stap voorwaarts zijn. Maar op dit moment, als je het meet, als je het werkelijk meet, wordt het de grootste beslissing door te behandelen of niet, zeg jij er maar dokter wat er moet. Dat is wat er nu gebeurt. Dat is ook niet zo vreemd. Een medisch specialist weet veel meer. Ja. De meeste patiënten zijn al lang blij dat ze het kunnen volgen waar het over gaat. Ja, dat is ook helemaal niet zo vreemd. Dus wij zouden als beroepsgroep veel meer moeten vragen aan de patiënt, wat vindt u er zelf van? Het is onze verantwoordelijkheid, vind ik. Wij zouden dat moeten doen. Ja, het wordt te duur omdat we geen echte beslissingen durven te nemen. Als wij als artsen samen met degene waar we voor zijn, de patiënten, buiten de politiek om, maar gewoon een groep hadden gevormd en dus met z'n allen verstandig hadden gepraat over hoe ver ga je door met de behandeling, dan was dit misschien allemaal niet nodig geweest. Maar dat is niet gebeurd. Kijk, als ik moet beslissen of mevrouw Janssen wel of niet toch nog chemotherapie krijgt, aan raison van 10.000 euro per maand, waarmee ze misschien 2-3 maanden langer leeft. En die mevrouw die kijkt mij aan, die wil heel graag nog meemaken dat haar dochter overkomt uit Amerika die net een kindje heeft gekregen. Ja, ga ik dan zeggen, die krijg je niet, die chemo. Als wij met z'n allen beleid maken en zeggen, dit soort behandelingen, dat gaan wij niet meer doen met z'n allen, voordat mevrouw Janssen bij mij op het spreekuur komt, dan hebben we kans dat we de samenleving een beetje beter kunnen maken. Maar dat gebeurt niet. Ik ben op zich geen tegenstander van dat de macht van de verzekeraar toeneemt. Want eindelijk is er een instantie in het land die ergens een halt toeroept. We hadden het zelf moeten doen, we hebben het niet gedaan. Nou, dan de verzekeraar maar. Dat vind ik nog niet zo erg. Maar het maken van wijze keuzes over hoe lang je doorgaat met een behandeling zou de beroepsgroep samen met de patiënten moeten doen. En dat zie ik nog niet gebeuren. Dus daarom gaat het de verkeerde kant op. En wat krijg je dan voor maatregelen? Ik heb een oude stelling, die heb ik ook in mijn oratie heel lang geleden gebruikt. De term gezondheidszorg bestaat uit twee woorden. Gezondheid en zorg. En die woorden hebben steeds minder met elkaar te maken. Gezondheid en illusies om gezondheid, daar worden miljarden aan verdiend en daar hebben we het hele dag over. En zorg kost alleen maar heel veel geld en daar moeten we proberen vanaf te komen. En dat zie je gebeuren, dat neemt alleen maar toe. En ook in de zogenaamde participatiesamenleving is gewoon een smoesje voor minder zorg. Doe het maar zelf. En dat zie je overal, want zorg is heel duur. Dat moet namelijk door mensen worden gegeven aan een ander mens. Er valt niks op te verdienen. Het is heel duidelijk zo dat als je ouder wordt, dat heel veel mensen de kans krijgen om ook wijzer te worden. Dat doen ze helaas niet allemaal, maar wel een heleboel. En als je dus een gesprek hebt met een klein kind, een jong kind, ik heb daar niet heel veel ervaring mee, maar als ik daar van collega's over hoor, die kinderen zijn vaak wijzer ten aanzien van hun eigen behandeling wanneer het een ernstige ziekte is dan hun ouders. Dan krijg je de tussenfase tussen de adolescenten en de werkende samenleving en dan krijg je de bejaarden. En nou, die tussengroep, daar wordt ook al het geld in verdiend. En die wil maximaal doorleven. En dan krijg je de ouderen. En daar zitten er heel veel tussen. Als je de tijd neemt, en dat is het eeuwige probleem. Als je als arts de tijd neemt en niet te veel boven de materie gaat staan naar de patiënt toe. Dat heel veel ouderen zeggen van, oh, dit hebt u me goed uitgelegd. Nou snap ik het. Wat de werkelijke winst is, dat moesten we maar niet doen. Vinden we het moeilijk te accepteren dat we vergankelijk zijn? Ja, ik vind het ontzettend moeilijk.
Met de ontkerkelijking, sinds Nietzsche heeft verklaard dat God dood is, is het gesodemieten natuurlijk begonnen. Want het vertrouwen is helemaal weg in dat hierna nog iets moois is. En dus je moet het nou allemaal nu doen. Dus als je alleen maar nu hebt, dan moet het dan ook maar zo lang mogelijk duren.